IGW is een toonaangevende leverancier van tandwielen en aluminium frames. Zij ontwerpen en produceren deze producten op maat. En wij namen een kijkje achter de schermen bij dit productieproces. In onze productieafdeling hebben we twee afdelingen. De afdeling Gears, waar we alle soorten tandwielen maken tot een doorsnede van 2 meter met een gewicht van 5 ton. Daar zijn we volledig verticaal geïntegreerd. Dat wil zeggen dat we het ruw materiaal aankopen en afwerken tot een finaal product. Door middel van verschillende bewerkingen, zoals frezen, draaien, slijpen en thermische behandeling, waarvoor we ook onze eigen installatie hebben. In onze afdeling Aluminium Frames bewerken we aluminiumgietonderdelen. Die zijn tot 3 meter groot en worden gefreesd binnen zeer nauwkeurige toleranties. De laatste jaren hebben wij geïnvesteerd in machines die ervoor zorgen dat wij grotere stukken kunnen gaan afwerken. Wij hebben ook ingezet op het combineren van verschillende verspaningstechnologieën. Draaien, frezen en slijpen, allemaal in één bewerking. Onze stukken voldoen aan hele hoge kwaliteitseisen voor onze klanten. En daarvoor hebben wij ook nieuwe technologieën in huis gehaald qua meetapparatuur. We zijn ook overgestapt naar een niet-destructieve test om het detecteren van slijpbrand vast te stellen. Vroeger deden we deze test uit huis, nu hebben we dit proces in huis binnengehaald. In onze branche is het niet gemakkelijk om geschikt personeel te vinden. Daarom werken we samen met verschillende interim- en selectiekantoren. We publiceren via sociale media en we stimuleren onze mensen om zelf kandidaten aan te brengen. Verder werken we samen met technische scholen in onze omgeving via werkplekleren en jaarlijks begeleiden we verschillende bachelor- en masterproeven. Daarnaast is er ook de piste via onze vestigingen in het buitenland, waar we mensen recruteren om ze van hinder in te zetten voor onze plant in Oostkamp.